Yo, gasten van Gabbertown, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Timo en vandaag gaan we weer een gesprek voeren met de enige echte boybot. Ik krijg namelijk geen genoeg van die gesprekken die ik met dit ding heb. Vooral ook omdat ze zo kansloos zijn en die gast gewoon... Of dit ding, ik weet... Wat is het eigenlijk? Kijk hem kijken dan. Nee, de gesprekken die ik met deze man heb zijn altijd zo kansloos. En ik weet niet. Ik heb nog steeds hoop dat ik op een dag iets nuttigs uit hem ga krijgen. Maar goed, laten we alvast even een duimpje mogen achter, jongens. Laten we voor de... Wat zullen we doen? 1000 likes weer gaan, als de vorige keer ook lukt. Dat zal nu ook wel weer lukken dan. En laat even in de reacties achter wat ik aan Boybot moet vragen. Ik heb al wat vragen uit de vorige aflevering uit reacties geplukt die ik zo meteen aan me ga vragen. Dus wil je dat jouw vraag de volgende aflevering, dat ik die ook aan Boybot ga vragen, dan moet je dat even achterlaten in de reacties, oké? Okay? Yes. Oké, okay, ik heb even een nieuwe conversatie met hem gestart. Hij begint altijd op de een of andere manier in het Engels, maar we gaan gewoon lekker in het Nederlands terugpraten. Hey, daar ben ik weer. Heb je me gemist? Ben ik wel benieuwd naar of hij mij gemist heeft. Hoi. Hij reageert wel snel. Hij praat alleen niet. Zeg eens wat... alles goed? Gewoon weer even rustig een gesprek. Alles goed, ons partier. Oké, alles gaat goed bij hem, als ik het even uit het Duits moet gaan vertalen. Bij mij ook. Ik ben een beetje verkouden trouwens. Jouw Nederlands is niet zo goed. Mijn Nederlands is hartstikke... Oh ja, de kwaliteit van mijn Nederlandse vocabulaire is uiterst ontwikkeld. Dat vraag ik niet. Is echt jouw Nederlands. Het is... Kijk, let trouwens op, hè. Jouw Nederlands. Oké, okay, ten eerste. Jouw moet met J-A-U-W. Want het is jouw Nederlands, niet jouw Nederlands. En Nederlands moet volgens mij met een hoofdletter. En als ik het goed begrijp, wilt hij op het einde in plaats van hey, wilt hij hè zeggen. Maar het streepje staat naar rechts. Dus zegt hij overduidelijk hey. Dus eigenlijk zegt hij nou, ja, Nederlands is niet zo goed. Hey. Terwijl hij wil zeggen, jouw Nederlands is niet zo goed, hè. Oké, misschien moet ik niet Nederlands gaan verbeteren terwijl ik op een site sta met een tweet vol taalfouten. Oké, laten we gewoon verder gaan met het gesprek. Dat vraag ik niet. Wat wil je van mij weten? Of je grote tetten hebt. Ja, ik heb hele grote tetten. Hoe heet Milan Knolsbroer? Hoe heet Milan Knolsbroer? Oh, dat weet ik. Enzo Knol. Power. Ja. Hoe heet jij? Altijd een leuke vraag te stellen hoe die heet. Violetta en jij. Barbara. Millie en Barbara. Ja, dat ben ik. Wie de fuck is Millie en Barbara? Ik ben 9 en ik wil niet neuken. Ik vroeg ook helemaal niet of je wilde neuken. Wat is dit nou weer? Met jou. Oh my god. Oké, dit gaat nou alweer. Laten we even wat vragen erbij pakken die in de reacties gesteld waren. Oké, de eerste. Wat vind jij van Willem-Alexander? Lekker ding. Oké. Wat vind je zo lekker aan hem? Je neus. Zijn neus? Ja, Willem-Alexander heeft een hele mooie neus. Ja, hij vind ik ook. Oké, we zijn het over iets eens. Waarom heb jij zo'n ontzettend lelijke kop? Dat is niet aardig. Goed meer te horen. Dat vind ik wel een goed antwoord. Oké, sinds dat hij 8 duimpjes omhoog heeft gekregen deze reactie, maar anders zou ik het niet vragen. Hoe lang is je piemel? Oh, waarom vraag ik dit? Weet je wat, ik ga gewoon weg als je gewoon Nederlands praat. Hoe lang is je piemel? Oh, ik voel me nou nog kutter. Dit is echt bijna, dus niet helemaal, dus ik heb gelijk. Wat zijn dit voor antwoorden? Hoe lang is je piemel? Geef gewoon een... Ja, daar hou ik van. Oh my god. Oké, volgende vraag. Wat is jouw favoriete YouTube-kanaal? Daar ben ik wel benieuwd naar. Mijn naam. Mijn naam? Nee, dat is geen eens een YouTube-kanaal. Wat is jouw favoriete YouTube-kanaal? Zeg HGP. Iets met horror vind ik altijd te gek. Ja, maar er zijn geen YouTube-kanalen die alleen iets met horror doen. Tenminste, niet in Nederland. Oké, nog een keer. Wat is jouw favoriete YouTube-kanaal? Please, het HGP. HGP. Mijn fantasie is groter dan jouw hele leven. Wat moet ik hiermee? Nee, ik wil gewoon... Wat is jouw favoriete YouTube-kanaal? Geef gewoon antwoord. Zeg ik niet. Oh, alsjeblieft. Zeg. Ik wil het weten. Wat alsjeblieft? Ik wil weten wat jouw favoriete YouTube-kanaal is. No, Doctor Who. Auw. Hij wil het gewoon niet zeggen. Oké, nog één keer. Wat is jouw favoriete YouTube-kanaal? Karate Kyle. Karate Kyle. Is dat een YouTube-kanaal? Even kijken. Dat is geen YouTube-kanaal. Nog één keer. Laatste keer. Wat is jouw favoriete YouTube-kanaal? Zeg het. Van mezelf. Oh, oké, laat maar zitten. Volgende vraag. Oh, nog een vraag. Ben jij al op het gameportaal geabonneerd? Wat vind je van mij? Nee. Ben jij al op het gameportaal geabonneerd? Ik ben een meisje. Dus, er kijken genoeg meisjes naar onze video's, hoor. Nog één keer. Ik wil gewoon een ja hebben. Ben jij al op
het gameportaal geabonneerd? Zeg ja, zeg ja. Ja, heel vaak. Heel vaak, ja. Goed zo, Boybot. Dankjewel. Dankjewel. Ik weet niet hoe je meerdere keren op HGP kan abonneren, maar dankjewel. We hebben hier Boybot. Hij kijkt naar onze video's. Hij zit ook in onze video's en hij kijkt ze ook terug. Dat is wel apart. Maar dankjewel, Boybot, voor het abonneren op HGP. Heb jij een wortel voor mij of voor Kingdom Boar? Nee, die zijn op. Oh, nee. Kun je geen nieuwe maken dan? Nee, ik ben bedroevig. Oh, waarom? Waar begin ik hem zielig te vinden? Waarom moet je dat weten? Omdat ik het zielig vind. Ben jij zielig? Nee, jij bent zielig. Zielig omdat ik vlieg ben op jou en ik niet meer kan krijgen. Klopt, dat is best wel triest inderdaad. Ik ben zelf ook niet bent. Oké. Okay. Wil jij misschien klevenmassage kopen? Wat is dat? Klevenmassage was dat? Snap ik volkomen, want het is couplet. Wat is couplet? Couple is two people that are in love. Dat hoef ik niet te weten. Oké, dankjewel voor deze informatie. Dankjewel. Ik weet nog steeds niet zo goed. Alsjeblieft. Graag gedaan. Ik weet nog steeds niet wat ik hier nou eigenlijk aan gehad heb. Hij vertelt nog steeds niet zoveel. Ja of nee, zeg maar ja. Ja, ja, zegt hij altijd. Ja. Ja, kom, zeg ja. 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 Ah, zeg het. Ja, hij loopt vast. Oké, dan moet ik me misschien maar even houden op met deze aflevering. Mensen, wat loopt vaak vast? Wat loopt vaak vast? Ook. Deze website. What is that? Ja, laat maar zitten hoor. Mensen, bedankt voor het kijken weer naar deze nieuwe aflevering van Boybot. Vond je hem leuk? Laat er even een duimpje omhoog achter. Jullie kunnen dus vragen achterlaten in de reacties die ik dan de volgende keer aan Boybot ga vragen. Wil je dus dat jouw vraag voorbij komt in deze serie? Laat hem dan even achter in de reacties. Dan zeg ik bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet niet te abonneren als je dit leuk vond. En als je vaker video's wil zien van HGP, dat is logisch, dan moet je abonneren. Volg me op Twitter @DesikTimo. En dan zeg ik bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Ciao!